Beste cavaliers van Kelderhof, heft uw vendel, presenteert uw vendel en zwaait uw vendel. Dat zullen we vandaag heel vaak met elkaar horen krijgen. Diegenen die het horen, die zullen hier straks de velden super geconcentreerd staan. Welkom aan al onze gasten die hier speciaal vandaag de vinding aan de rij komen. Burgemeester Slikman, heel de raadsleden, eerleden, bestuurman voor OEW, allemaal welkom op het Gelderse Indoor-Vendelswaaier van Gelderland 2017. We hebben niet meer het enige Indoor-Vendelswaaier-evenement van Europa, maar wel het evenement met de meeste deelnemers. Sinds kort kennen namelijk ook onze Brabantse gildevrienden het Indoor-evenement. En dat is goed voor de ontwikkeling van het vendelswaaier in zijn totaliteit. Niet alleen voor de bekendheid, maar ook voor het voortbestaan. Maar als voorzitter van de Gelderse Federatie ben ik enorm trots op het feit dat Gelder zoveel pedaliers voortbrengt. Niet voor niets is dit evenement ooit opgezet om het vendelswaaier te promoten, maar ook om te verbeteren. Zonder de invloeden van de weersomstandigheden het vendel puur op techniek kunnen draaien. Laat je zien dat je een verkeerde greep goed weet uit te voeren. En een behoorlijke wordt ook op de juiste wijze en op het juiste evenwichtpunt weer weet op te vangen. Dat zijn vandaag enkele punten waarop de veeltallige juryleden zullen gaan letten. Vanaf verschillende kanten zullen zij soms aangesterkt met aspirantjuryleden jullie vandaag allemaal in de gaten gaan houden. Dus moet je vanaf de eerste slag alles synchroon, mooi vertaald en goed uitvoeren. Let op je handen, let op je voeten, concentreer je op je vendel en vooral niet op het aanwezige publiek. Ik hoop graag dat we met elkaar kunnen laten zien aan het publiek in binnen aan de Rijn waarom het vendelswaaien in Gelderland op de immateriële culturele erfgoedlijst staat. Ons dank voor de gaat vandaag goed uit naar alle enige vreugde die het mogelijk maken dat we dit evenement met elkaar hier in binnen aan de Rijn kunnen organiseren. Maar ook dank ik bij voorbaat aan het publiek die hier vandaag alles gekomen aan schouw. Ook de makkelijke gezelligheid is door de schutterijen hier aan gewerkt. Want ook dat is belangrijk, dat je na de presentatie even met je groep bij elkaar kunt zijn. Kunt nadenken over je presentatie, over je evenwicht fouten en over de slagen waar je trots op bent dat je die juist hebt kunnen maken. En dat je na afloop kunt zeggen met elkaar, op de plaats. Rust. Ik wens jullie allemaal een permen en vooral een vierde toe die mag staan in het teken van broederschap, trouw en liefdevrijheid. En hiermee verklaar ik het Indoor-Vendelswaaier van Gelderland 2017 voor geopend. Ik dank u wel.